Op een steenworp van het centrum van Amsterdam ligt in een oase van rust ineens een heel rustig complex, het Wilhelmina Gasthuisterrein. Dit ligt vlak achter de Overtoom en is eigenlijk een heel goed voorbeeld van een complex dat een hele andere functie heeft gekregen, maar wat heel goed in de stad is opgenomen. Eeuwen geleden lag dit gebied nog buiten de stadsmuren. En toen werd hier in 1634 het pesthuis gesticht. Want men wilde die pestleiers natuurlijk buiten de stad houden. Nou, dat werkte een aantal jaren door. Op een gegeven moment werd in de 17e eeuw ook het zogenaamde dolhuis toegevoegd voor de krankzinnigen. En dat functioneerde goed, maar werd intensief gebruikt. Vandaar dat het door de tijd heen erg vervallen was. En was er echt iets nieuws nodig? Nou, dat gebeurde in 1891. Toen legde koningin Wilhelmina, die toen 10 jaar oud was, die legde toen de eerste steen van een nieuw ziekenhuis. Dat, zoals bekend, dus later naar haar vernoemd werd. Het Wilhelmina Gasthuis. Het had een hoog ambitieniveau, dit project. Ze wilde er echt een model ziekenhuis van maken. En vandaar dat ook de hele manier van bouwen anders was. Zo stonden alle paviljoens los van elkaar. En dat had ermee te maken dat voor de zieken daglicht heel belangrijk was. Dus door al die gebouwen los neer te zetten, was de daglichttoetreding optimaal. Klein nadeel was dat als je als zieke naar een andere afdeling moest, dat je dan ook over de binnenplaats in een karretje gereden moest worden. Dat was iets minder praktisch. Een opvallend gebouw is het poortgebouw. Dat is dus de toegangspoort en dat is eigenlijk net een kleine kerk. Het bestaat uit 3 beuken, door pilaren gescheiden en heeft van binnen ook een gewelf. En massieve deuren, houten bewerkte deuren. Aan de rand van het Wilhelmina Gasthuisterrein staat het voormalig pathologisch anatomisch laboratorium, zoals nog boven de entree te lezen is. Nou, op deze plek werden lichamen die voor aan de wetenschap ter beschikking waren gesteld, die werden hier anatomisch onderzocht. Nou, dit gebouw is in 1932 gebouwd en ontworpen door de architect E.P. Messer, toen in dienst van de gemeente bij de publieke werken. En het is een heel functioneel gebouw. Natuurlijk was ook hier veel daglicht nodig om alles goed te kunnen zien. Vandaar de grote ramen rond het hele gebouw. En ook heeft het gebouw daklichten. Waardoor je ook op een sombere winterdag, als je binnen bent, dan vloeit het licht weeldig naar binnen. Het gebouw is verder helemaal van baksteen, Amsterdamse schoolstijl. Leuk ook is dat in het hekwerk rond het gebouw en ook op het gebouw zelf, dat daar beelden van de beeldhouwer Hildo Krop te zien zijn. Zo ook het beeld Troost van een man die zijn vrouw omarmt. En dat is nog niet zo heel lang geleden gerestaureerd. In 1983 was er een heel nieuw academisch ziekenhuis in Amsterdam-Zuidoost uit de grond gestampt, het AMC. En in 1983 is toen ook het hele Wilhelmina Gasthuis daarheen verhuisd, inclusief dit laboratorium. Nou, al deze paviljoens die kwamen toen leeg te staan en eigenlijk hebben de actieve buurtbewoners samen met de kraakbeweging, die hebben ervoor gezorgd dat deze bijzondere gebouwen niet gesloopt werden, maar juist heel erg met betrokkenheid van die bewoners nieuwe functies kregen. Dus woningen, maar ook atelierruimtes en ook ruimtes voor startende bedrijven. En dat functioneert nu al tijden als de woon-werkvereniging WG-terrein. Dit gebouw, dit voormalige laboratorium, dat is onlangs eind 2008 van binnen uitvoerig gerestaureerd door Peter Sas architecten. Hierbij is heel veel oog geweest voor het terugbrengen en ook het behoud van de originele details, zoals die grote ramen en daklichten. Zo heb je de tentoonstellingszalen die het nu bevat. Dat zijn de voormalige snijzalen. En in de filmzaal en theaterzaal die erin zit, daar zijn zelfs de oorspronkelijke ramen en daklichten weer teruggebracht. Verder bevat het ook atelierruimtes en ook een café. En is het huidige onderkomen van Smart Project Space.
Nou, verder is aan de binnenzijde ook een lichthof. En dat is recentelijk dus overdekt door een glaskap. En daar bevindt zich nu de leeszaal. Nou, dit complex Wilhelmina Gasthuisterrein, dat is een heel goed voorbeeld hoe die creatieve tak van Amsterdam, hoe die ook dicht bij het centrum nog goed aanwezig is. Wat heel belangrijk is voor ja, het bruisende culturele leven van de stad Amsterdam. Daar gaan we uit op, in de winter.